Kun je hier wat plek maken voor het volgende stuk, wat eenvoudig is. En zoals je ziet zijn deze machines heel eenvoudig te verplaatsen. kan ik uitleggen waarover het volgende stuk gaat? Je weet, op gezette tijden komen er nieuwe sensoren bij. Deze machines zijn niet alleen maar speelautomaten, ze kunnen ook interactief werken met muzikanten en dingen. Een van de nieuwste toestandjes die, maar het is niet echt een uitvinding, maar die vast die gemaakt hebt, is een meerdimensionele acceleratiesensor. Waarmee je dus met je hand kunt maat slaan. Je meet in feite de positie van je hand in die richting en de positie van je hand in die richting. En je hebt een sensortje in je beide handen. En dan kan je het orkest bespelen met de handen. Het is een stuk wat Christophe voor de nieuwe sensor heeft geprogrammeerd en Sebastian Brad zal het uitvoeren. Maar ik heb hier een opstaker, dus ik zet de microfoon. En het is works. Thank you.
Thank you.